Ik wilde dit keer uw baard even laten voor wat het is. Ik ook, want ik mag hem niet aanraken. Nee. Hij zit er nog. Okay. Ik neem nu aan het posters met baard. Ik wilde nu een vraag stellen aan uw echtgenoten. Nederland, Indonesië, wij zijn er allemaal mee opgegroeid. Ik kan me voorstellen dat een meisje in Buenos Aires dat niet meekrijgt op school. Wanneer en hoe kwam u in aanraking met dit hoofdstuk uit onze geschiedenis? De eerste reistafel. Nou, altijd in de hele burgering wat ik heb gedaan. En introductieprogramma kwam echt natuurlijk Indonesië aan bod. En natuurlijk bij de kids, waar ik echt beschermer van ben. Ook heel veel voorwerpen uit India, ook KTLW. Heel veel gesprekken daar met professor Oost-Indie. Dus ja, heb ik heel veel mee gekregen. Daarnaast, dit is echt mijn vijfde race naar Indonesië. Ik ben hier geweest voor de VN. Heel veel werk gedaan. We zijn begonnen van minder dan 20% van mensen die toegang hadden tot financiële diensten. Nu is het boven de 60%. Dus heel veel echt positieve nieuws. En daardoor heb ik ook de Indonesië van nu leren kennen. Waar echt digitalisering, echt, dit is de thuis van een van de grootste unicorns, echt, digitale unicorns van de wereld. Dus met heel veel potentie. Het thema was een beetje heden, verleden en toekomst. En dan bent u heden en verleden en u bent dan de toekomst. We zijn alles. Ja. We zijn samen hoor. Maakt de Namalia is de toekomst. Wel thuis. Ja. Prima, ja. Kassie.